Nou, van de kattekening heb ik nou dus ook allerlei zijpanelen samengevoegd in één tekening. Dit zijn dan bijna alle onderdelen. Alleen van de poten, dat is dit stuk en dat stuk. Dat is even een proefstukje om te kijken of het echt allemaal past. Maar we gaan dit even plotten. En dan gaan we kijken hoe het uit de plotter komt. Nou, vervolgens is dit dus uit de plotter gekomen. Het is wat lastig in beeld te brengen omdat het allemaal wit is. Maar het is in ieder geval wel te zien dat het al allemaal ingesneden is. En ja, nogmaals, deze machine kan 0,5 mm styreen dus niet in één keer doorsnijden. Maar we hebben in ieder geval hier een begin en dit kunnen we dus dan met wat gepast breekwerk en nasnijwerk kunnen we dit dus handmatig dus eruit halen. Zodat we dus dan de losse onderdelen krijgen. Nou, dit is nou ook de totale kattekening. Hier zien we de losse onderdelen nog even weer. En dit zijn dus de kraandelen of de giek. Even kijken. Ik heb hier nog een vooraanzicht erbij getekend. Ook zodat ik dus dit stuk en dat stuk als mal kan gebruiken om straks is er mast op te bouwen. Vervolgens heb ik hier dus de poorten getekend. En de vrije ruimte volgens de NEM 102 heb ik hier dus ook ingetekend. Hier een parallel afstand van 33,6, wat dus zeg maar voor Fleischmann, zo Piccolo voor Spoor N dus nogal standaard is. En dan hier dus de vrije ruimte. Dus alle treinen die zijn, als het goed is, in ieder geval allemaal kleiner dan de vrije ruimte. Dus alle treinen moeten hier dus onderdoor kunnen. Dus dat zou theoretisch geen probleem moeten zijn. Nou, en de poorten die staan bij deze kraan dus ja, onder een bepaalde hoek staan ze onder het, ja, onder het middelpunt hier. Dus daarom dit vreemde aanzicht. En dat maakt het ook even wat moeilijker om deze poorten dus straks passend te krijgen. En daarom ga ik dus eerst dus, een proefstukje in elkaar zetten om te kijken van hoe we dit gaan doen. Nou, de kraan is in schaal N natuurlijk een heel stukje kleiner. Want op de grote tekening is dus H0 1 op 87 en een N op 1 op 160. Dus dat scheelt een aanzienlijk stuk. Ik heb nu in ieder geval dus een malletje. En dat past mooi op een A4'tje. Dus dat is natuurlijk wel het voordeel van schaal N. Dat je niet van die gigantische tekeningen nodig hebt. Het styreen is dus al ingekerfd door de plotter. Dus nu kunnen we dus heel makkelijk gewoon eventjes buigen. En dan kunnen we het zo eraf halen. Nou, bij dit punt met dit punt hier moeten we natuurlijk wel even uitkijken, dus zullen we toch even met een mesje toch zelf even handmatig paar hulpsneders moeten maken, zodat dit deel dus niet beschadigt. Nou, van het uitbreken van het styreen blijven er soms ook wel wat kleine braampjes achter. Nou, dan kun je gewoon heel makkelijk met een mesje kun je dat dus een beetje glad maken. En over de overtollige stukjes kun je dus gewoon op die manier eraf snijden. Nou, bij het ontwerpen is het ook altijd handig om de dikte van het kunststof wat je gaat gebruiken, om dat dus ook mee te nemen. Dus dit is dan een zijkant en dit is dan een voor- of een achterkant. Daar heb ik hier dus twee stuks van. En omdat ik dus een half millimeter dik kunststof ga gebruiken,
zijn deze delen dus 1 mm smaller en een halve millimeter lager. Want deze hele machinekamer die komt bovenop een ander deel te zitten. En daardoor is hier die halve millimeter, wat is hier het dakdeel, wat ik dus hier heb. Die komt hier straks dus bovenop gelijmd. En dat is dus die halve millimeter wat hier dus lager is. En op het moment dat je dus heel veel met styreen bouwt, nou, dan heb je op een gegeven moment een hele zak vol met allerlei reststukjes. Maar die reststukjes zijn natuurlijk uiteraard dus altijd wel weer ergens voor te gebruiken. En dan, als het te klein is om met de plotten te gebruiken, kun je het altijd nog met handwerk projectjes gaan gebruiken. En een raampje uitbreken, dat kan dus door dus gewoon een soort kruis in te snijden. En dan druk je vervolgens dus deze soort van driehoekjes druk je dus naar de achterkant toe. En dan kun je dit kunststof dus uitbreken. En je kunt zo dus de driehoekje dus naar achterin indrukken. En dan breekt hij dus netjes langs de gesneden lijn dus af. Nou, ik heb ook even de resterende poorten even uitgetekend. En tevens ook nog het tweede contragewicht. En deze ring hier, dat is voor de onderkant van de cilinder waar de poorten aan vastzitten. En ik heb hier nog het vierkantje, dat komt op de achterkant van de machinekamer. En dit gaan we nou even plotten. Nou, ik heb een deel van onderdeel in elkaar gelijmd. Hier bijvoorbeeld één contragewicht. En dan hebben we hier dus het machinistenhuis, de machinekamer, het onderstel en dan hier het begin van de poorten. En nu gaan we dus even met een zaag deze cilinder uitzagen. Nou, daar liggen nog de onderdelen voor de poorten te wachten voor assemblage. En dit is trouwens nog de lijm die ik gebruik. En nou zijn deze onderdelen samengevoegd. Ik heb er nog een soort luik op de achterkant gezet. En hier zien we dus dan een stuk buis eronder zitten. Met dus dan de ring, zodat de poorten dus dan wat meer houvast hebben. Nou, hier alvast een proefopstelling. Alleen de exacte positie van de poorten, die moet natuurlijk nog bepaald worden. Maar dat is in ieder geval de volgende stap.